heeft het NS-station in Nijmegen een piano nodig, zodat mensen zich weer met elkaar kunnen verbinden via de muziek. De piano op station Nijmegen werd zondag vernield. Entertainer Benny Solo zag het nieuws bij RN7 en bedacht zich geen seconde. In deze tijd van corona is muziek voor hem een verbindende factor en een stukje positiviteit. Hij bood daarom zijn eigen piano aan. Ja, dames en heren, hij staat! En toen dacht ik, ja, ik bied hem gewoon aan. Want ik vind, ja, vooral nu in deze tijd heeft het NS-station in Nijmegen een piano nodig. Zodat mensen zich weer met elkaar kunnen verbinden via de muziek. Ja, die vernieling is natuurlijk echt gewoon enorm balen, hè, dat dat gebeurd is. Maar wat je daarna ziet gebeuren met zoveel betrokkenheid van iedereen en dat het dus echt wel, hoe belangrijk die piano is, dat heeft ons echt wel ontroerd. De NS hoopt nu dat reizigers zelf ook een oogje in het zeil houden om te zorgen dat het niet nog eens gebeurt. We hopen natuurlijk ook dat mensen daar zelf ook een beetje een oogje in het zeil houden, dat er niks mee gebeurt. En daarnaast staat hij op zo'n prominente plek in het station dat er altijd wel iemand is die daarna kan kijken. En op die manier gaan we er ook wel van uit dat mensen die piano zo waarderen dat ze er ook gewoon niet aankomen. Benny Solo is ook van plan zelf af en toe te komen kijken hoe het met de piano is. Ik ga denk ik, en dat doe ik niet heel vaak, met de trein naar Arnhem en weer terug om hier dan even te kijken stiekem of er al mensen dan gebruik van maken. Als hij droog is. Wat ik moet erbij zeggen, ik vond het een beetje een vrij bruine kolos. Dus ik heb kunstenaar Heijn gevraagd of hij er een mooi kunstwerk van wil maken. He, dat we er ook niet alleen maar naar kunnen luisteren in deze tijd, maar dat we er ook naar kunnen kijken. Het is mooi geweest, maar er is een nieuwe variant. We doen de solonaise in ons huis. En waar we heen gaan, nou, we blijven lekker thuis, dus vier feesten.